Een hele goede morgen allemaal en welkom in een nieuwe week. Het is vandaag maandag. Het is vandaag maandag 8 mei. En het is nu rond 8:55. Ik ga zo meteen naar beneden toe. Want ik ga lekker ontbijten met mijn moeder. En vandaag heb ik een schooldag van 1 tot 2:30. Dus best wel een korte schooldag, vind ik zelf. Ik heb echt super lekker geslapen. En ik vind dat altijd fijn. Ik slaap altijd wel beter als ik dan net mijn lakens heb verwisseld. Mijn witte dekbed. En dan slaap je toch wat fijner, vind ik persoonlijk. Het is buiten echt, trouwens, fuck nou. En het is nu 8:55. Ik ga lekker naar beneden. Ik ga ontbijten bij mijn moeder. En dan de vlog van Jamie Lee kijken ondertussen. En dat is mijn maandagochtendritueeltje. Dus let's go, we gaan. Ik ga een ontbijtje maken en dat doe ik deze met deze biologische rijstwafels. Die heb ik al eerder in een vlog laten zien. En deze is super lekker. Dan gaat er dit merk Halverine op van Brio. En dan deze kaas. Ik ga lekker eten en ik spreek jullie zo weer. Sees me, sees me. I'm losing every battle. Can't somebody save me, save me? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare out my window. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know. Gefixt. Ja, maar die tas kan ik gebruiken. Is hij wel leuk. En dan wil Nina hem ineens weer terugbrengen. Ja, die schilderij, hallo. Het is gewoon vervelend. Ja, jij wilde dat schilderij. Ik weet niet wat ik moet doen. Als jij hem terugbrengt, hè, ik zweer het, ik krijg spijt. Ja, dat is waar. Hou hem maar gewoon. Hij is glas. Denk ik uit het glas. En ze heeft ook nog een potje gekocht voor haar moeder. Ik doe die potje hierin. Nee, kijk uit. Sorry jongens. Naar de HEMA moeten we daar. Want we willen een ijsje toch? Dan ga ik wel met de metro hoor. Ja, we gaan met de metro. Jij trapt dit op ijs. Hallo, denk je ik ben rijk? Ja, het is maar 1 euro. Oké, dat is wel wat. Dus, we gaan lekker een ijsje halen bij de HEMA. En God, mijn lijf, kijk dit dan. Oh, je ziet. Nina is weer lekker goed bezig met haar tasje. Ja, maar als ik bij de Mediamarkt ga doen, kost het gewoon 50 euro. Zo'n tasje? Ja. Oeh, HEMA. Dus we gaan naar de HEMA ijsje halen. Oh, ik heb een idee. Wat nou weer? Kijk, als ik deze touwtjes hier aan vastmaak, dan doe ik hem zo aan mijn schouder. Dat is slim. Dat is heel slim. Ik sta bij een mooie witte muur. Chillen. Kunnen we niet bij je? Wat? Je moet me even helpen. Oké, ik zie je zo weer. Hey, goedemorgen allemaal en leuk dat jullie nog steeds kijken naar deze weekvlog. Het is vandaag dinsdag 9 mei en ik zie een kat! Wow, een zwarte kat. Echt. Nou. Het is vandaag dus dinsdag. Het is nu rond 9:30. Ik ga er zo meteen vandoor. Dus mijn outfit. Deze jas komt van Zara. Zetter H&M. Mijn broek Bershka, schoenen vent. Ja, ja jongens, jullie zien het goed. Ik heb een zwarte broek weer aan getrokken de vorige keer. Omdat ik gewoon weer een beetje klaar ben met die spijkerbroek. Ik ga zo meteen lekker naar school toe. Ik heb vandaag school tot 10:30. En ik begin om 11:00, dus 1:30 uur. Like, what? En het is kapot lekker weer, zoals jullie kunnen zien. Dus daar ga ik ook lekker gebruik van maken. En vanavond is de allerlaatste aflevering van Donnie en Dave doen zaken op RTL 5. Maar als je deze, als je deze vlog ziet, dan is het een week geleden. Dus moet je het even terugkijken. Dus dat. Super zin in vandaag. Het wordt een leuke dag, een vrolijke dag. Ik voel me vrolijk. De zon is er. Ik ben helemaal top. Dus let's go. We gaan er vandoor. En jullie gaan weer mee. In de auto. En we zijn er naar de IKEA geweest. We hebben eten gehaald, we hebben gehaktballetjes van IKEA gehaald. Yes, yes, yes. En saus hebben we gehaald. En het is nu
rond 6:30. We gaan zo meteen lekker naar huis. Vanavond de allerlaatste aflevering kijken van Dave en Donnie doen zaken. En vanavond is ook het Songfestival. Yes! Superleuk! Super veel zin in. En donderdag moet Eugene, dus dat gaan we ook lekker kijken. En we staan nu bij de kop. Even boodschapjes doen. Ja! Dat was het alweer voor vandaag. Voor nu. En Quinty zit ook in de auto. Die zit hierachter. Alleen die wil niet op camera. Die wil niet in de vlog. Dus dat eigenlijk. En Quinty heeft lekker snoep. Mag ik nog een snoepje? Een jellybean. Dus. Ik bij deze ga ik even de vlog. Niet afsluiten. Mijn fave. Dit is echt mijn fave, jongens. Dit is echt mijn fave snoepje. Je tanden gaan er wel naar de file staan ervan. Nou, ik ben dus nu met mama ben ik de hondjes aan het uitlaten. Lekker met de hondjes aan het lopen. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb nog niet gevlogd vandaag. Maar er is dus net iets super ergs gebeurd. Er is iemand overleden. En jullie denken, nee, wie dan? Mijn allerbeste trouwe vriend. Kijk. En hier heb ik het andere deeltje. Die is gewoon kapot, kijk. Hoe moet ik nou morgenochtend muziek luisteren? Ik zweer het, ik word gek. We always have. Dus dat. En ik zit lekker op mijn computertje hier hele oude vlogbeelden terug te kijken. Hier ging ik naar Londen, super tof. Oh, chocopops, ik hou van chocopops. Oh, nee. Dus, het is al weer donker buiten. En ik ga lekker zo meteen weer slapen. Dus ik zie jullie morgen weer, yay! We zijn dus nu in het tuincentrum en we gaan nog ietsjes ophalen, want die zijn vandaag geknipt. We zijn net opgehaald en kijk hoe ze eruit ziet! Dat is schattig! Lekker ding! Wat een cutie! Nou, dus we gaan lekker naar huis. En dan film ik ze zo thuis nog wel beter. Ook festival tijd! Yeah! We moeten als zesde. En dan krijgen we het Eugene te horen met Lights and Shadows! Yeah! Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag 14 mei. Het is vandaag moederdag. Ik ben alweer een tijdje wakker. En ik heb net al 2 uur geleden of zo ontbeten. En het is nu rond 1:30. Ines die staat over op ongeveer 1,5 uur of 2,5 uur voor de deur. En jullie denken, why? Dat komt omdat ik vanavond met Ines gaan we naar het concert van Ariana Grande. Ik ga niet alleen met Ian, maar gewoon met Jamira. We gaan vandaag dus naar Ariana Grande, de Dangerous Woman Tour. Super veel zin in het Ziggo Dome. En dat ga ik ook vloggen voor jullie. Super leuk. Ik heb er super veel zin in. Ik kijk al dus echt al maanden naar uit. Ik ga me zo meteen waar voor omkleden, douchen en dat soort shizzle doen. Maar ik ga eerst even mijn telefoon in de lader gooien. En dan ga ik lekker even naar beneden om met te lunchen, zeg maar. Want ik heb best wel honger weer. Alweer, ik ben echt zo'n vreed kikker. Ik ga nu mijn telefoon in de lader gooien. En ja, en dan zijn we ineens van donderdag gegaan naar zondag. En gisteren was de finale van het Songfestival. Eugene stond er dus in. En wij zijn als 11e geëindigd. Ik ben super trots op de meiden. En 7 oktober ga ik naar hun tour in hun 3 Times Lady tour, theatertour. Super zin in. En ja, ik ga lekker eten naar beneden. Let's go, jullie gaan weer mee. En let's go, we gaan zo meteen naar Ariana. Dus peace. Oké, ik heb mezelf helemaal klaargemaakt. Ik moet over ongeveer 5 minuutjes er weer uit. Maar ik wilde hier wel even mijn outfit laten zien. Deze sweater komt van de H&M. En is al best wel oud, 1 jaar geleden. Of nee, een paar maanden geleden gekocht. Dus ik weet niet of die nog in de winkel is. Denk ik niet. Broek, Bershka en schoenen, Vans. En ik heb er super veel zin in. En Ines maakte net al een grapje dat ze de tickets was vergeten.
Maar zulke grapjes maakt ze altijd. Ines, als je dit ziet, ik geloof je niet meer. Ja, ik moet over 5 minuten de deur uit. En dan ga ik morgen op naar... Maar dat zien jullie allemaal in de weekvlog van volgende week. Deze vlog is trouwens niet op maandag online gekomen. Maar een keer op dinsdag. Omdat ik dan tijd heb om te editen. Omdat ik vanavond niet thuis slaap. Ja, lang verhaal kort. Dinsdag weekvlog online. Deze vlog die jullie nu zien is op dinsdag online gekomen. En wordt zijn lekker aan het spelen. En ik ga ook even snel iets pakken van beneden. Ga ik er vandoor. Ga ik op naar Delft. Ik zit in de trein. Hier, wat is dat falafel? Oh, ik zit in de trein. We zijn net naar van langs Schiphol geweest. En ik zit niet meer alleen. Ik ben met Jamir. En met Indy net een hapje nemen van haar falafel. Kan niet meer. En hoe laat is het nu? Het is nu 10 voor 5 wil ik zeggen. 10 voor 6. En over een anderhalf uur begint het voorprogramma pas. We moeten nog wel echt lang wachten, hè. Vorige keer konden wij gewoon doorlopen. Dat was echt chill. Wij stonden bijna in de verkeerde rij te wachten. Oké, goed verhaal, lekker kort zo. Dus we zitten in de trein en ik zie jullie zo weer. Doei. Oké, we zitten. Binnen bij Harry. En kijk, daar is het podium. Super nice. We hebben een foto gemaakt. Het ziet er niet uit. Oh. Wacht, doe even. Nee, niet leuk. Nee, je ziet het niet. Het is van vandaag de zon vreselijk. Ik lijk net dronken. Jezus. Maar ik ga je nu een overview geven van de hele zaal. Want dat willen jullie echt zien. Want er staat. Wij hebben nog een oké plek, maar daar beneden, daar hebben we hier al, ja. Dus ik ga jullie laten zien wat ik nu zie. Kijk jongens, podium!
aan het bewerken en ik kom er gewoon achter dat ik heel mijn vlog niet heb afgesloten. Dus dat doe ik bij deze. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!